Lekker man. Team Ananas, laat je horen! Hey! Team Ananas! Dit is, ja, jullie gerechtje. Topper. Wat eten we vandaag? Special edition. Wat Dream Team. Dream Team. Jet, wat eten we vandaag? Pizza Hawaii Deluxe. Oh! Want wij zijn namelijk Team Ananas. Team Ananas. Ja, mensen gaan ons haten, jongen. Dat wordt echt een ding. Ja. Fuck it. Pizza Hawaii Deluxe Supreme, a.k.a. Jet en Perry in de mix. Hashtag Hawaii. Hashtag Hawaii, je weet toch, gang signs, alles. Wat heb je daarvoor nodig? Ik ga me bezighouden met de bodem. We gaan een lekkere dikke bodem maken, een Siciliaanse bodem. Daarvoor heb ik nodig bloem, gist, suiker, zout, aqua, oftewel water en olijfolie. Voor de topping hebben we gekookte ham, prosciutto, mozzarella, een rookkaasje, pecorino, basilicum, olijfolie, tomatensaus. Kun je kopen in de supermarkt, maar wij gaan hem zelf maken. Super simpel. Gepelde tomaten, knoflook, chili, basilicum, olijfolie, zout en peper. En natuurlijk... de ster van de show, het huis van SpongeBob. De wereld is gewoon verdeeld in twee soorten mensen. Ja. Ja. Ananaslovers en ananashaters. En waarom gaan jullie dit samen doen? Omdat jullie zijn dus... Nou ja, wij zijn de lovers. En we moeten ook wat opbiechten. Oh. Wij, ja, de kleine hebben een ananasrelatie. De ananasrelatie? Hé, hey, doe even mee, man. Jezus. Hij wordt gewoon verlegen. Ja. Ah, wordt verlegen. Deeg. We hebben hier gist. Gist moet een beetje tot leven geroepen worden. Gist, eet, suiker. We gaan het suiker... Zo, kijk eens hoe warm het hier is. Mm-hmm. Het is een kletskop geworden. Het is... Ja, maar... Daar gaat lauw warm water bij. Zeg maar... lichaamstemperatuur. Dan gaan we... zoals Job het ook altijd zo mooi kon zeggen. De kuip even maken hier. Ondertussen ga ik even een knoflookje pletten. Een klein beetje zout hebben we nodig. Pannetje op het vuur. Waar ik de saus in ga maken. Doen we olijfolie in de pan? Ja. Is dit genoeg ongeveer? Ja, dit is misschien even een puntje over de hoeveelheid olijfolie die jullie gebruiken. Ja, ik zou dit... Jij drinkt olijfolie. En dat, die gaan op. Ja. Oven zet ik aan op 230 graden, lekker heet. Ja. Gehakte knoflook, gaat in de pan. De gepelde tomaten ga ik even afzeven. Sap er af, sap er uit. Die is voor Jet. Ja, dat is voor Jet. Ik heb een doek, Jet. Ik zeef de tomaten, anders wordt de saus te nat. Nou, het lijkt wel alsof we een beetje een relatie hebben in de keuken op dit moment. Nou, de rolverdeling is top. We zijn al een beetje aan het kibbelen soms. Maar Per, we doen het samen. Jij had ook op die knoflook moeten letten. Ja, ik heb hem toch afgehaald van het vuur? Ja. Sorry, Jet. Het is een relatie. Dit is echt, je lijkt wel getrouwd. Het is een relatie, getrouwd stel. We zijn nu al getrouwd stel. Dadelijk komen die ellebogen tevoorschijn. Tomaten gaan bij de knoflook. Nou, dit is nu aan het gisten. Dit wil je hebben. Je ruikt het, je ziet het en die gaat nu erbij. Oh. Ja hoor, en daarnaast. Zorgen dat je echt zo'n papje begint te krijgen. Dan doen we dadelijk op gevoel nog een beetje olijfolie erbij. Ik doe een klein beetje chili bij de saus. Zout en peper. Jet, hoe vind je het om met Perry te koken? Ik vind het hartstikke gezellig met Perry. Nee, omdat jij het liefst in je eentje kookt, eigenlijk. Ja, ik vind het dus wel lekker om in mijn eentje te werken altijd. Maar ik moet ook een beetje mijn collega's leren kennen. Dus ik vind het wel leuk om Perry naast me te hebben. Ja, is dat zo? Ja, maar ik vind het ook wel lekker dat iemand dit werkt. Nou, je moet mij, kijk, Hugo ook. Je moet mij gewoon een beetje gebruiken als, weet ik veel, deegkneder of... ja. Ondertussen doe ik de basilicum bij de saus. Ook gewoon de steeltjes, die zijn hartstikke lekker. Er zit juist de meeste smaak aan. Basilicum gaat erbij. dat deeg die gaat nu nog, die gaat 1 keer rijzen. Dus die gaat eventjes terug in de kom. Natte doek eroverheen. Hij moet nu gaan rijzen. Het duurt ongeveer een half uurtje. Gaan we allemaal snijden? Ja. Ik doe altijd even allebei de kontjes eraf. Want een ananas heeft 2 konten. En het pruikje eraf, zo. Schil. Oké. Doe ik het goed, Perry? Uitstekend. Hierin zit het hart. Dat is heel hard. Dus je snijdt er omheen. 1, 2. Oké, de grillpan die heeft even nodig. Dus flink heet. We goed heet aan. We gebruiken hier geen olijfolie bij, toch? Absoluut niet. De pan rookt. Hoor eens even. Juist. Heb je nu geen olijfolie gebruikt of wel? Expres niet voor jou. Mag wel. Pizza Hawaii is echt een guilty pleasure, hè? Ja. Ik heb er zoveel. Ja. Wat zijn jouw guilty pleasures? Guilty pleasures? Huzarensalades. Nee, je had het over boomstammetjes. Hoe noem je dat? Mergpijpjes. Bokkenpootjes. En van echt kant-en-klare pudding. Het allerlekkerst vind ik die plastic zakken. Met die, welke kleur uit... dan? Welke kleur? Paars. Ja. Je weet wat er van ananas gebeurt, hè? Geen idee. Blijf hier, Per. Ja. Wat gebeurt er van ananas dan? Als je dat eet. Oh, dat smaakt lekker. Dus dat is goed nieuws. Ja, ik ga het even deeg pakken. Ja, ik ga nog 1 grilletje doen. Kijk eens even. Ik ga de deeg, die moet nu nog 1 keer rijzen in de bakvorm. Dus die ga ik een klein beetje met olie besprenken. Hij zit al extra safe in een bakpapiertje. Het is wel een heel goed gerezen deeg, kijk. En dit hoeft allemaal niet zo heel precies. Want we gaan hem daar toch in die bodem duwen. Oh. Perfect. Perfetto. Perfetto, perfetto. Deze moet terugrijzen. Hij is nu 1 keer nog even doorgekneed. Nu is hij teruggedrukt in die vorm. Dat betekent dat hij weer iets platter is geworden. Maar wij willen echt die dikke, dikke bodem hebben. En dan gaan we hem bakken. Maak ik alles ondertussen even schoon? Juist. Dan doe ik nog even de laatste ananas. We hebben volgens mij wel genoeg ananas. Ja, zeker. De pecorino ga ik alvast raspen. Kasie, hoor. Oh. Roka's, die gaan we net als de mozzarella gaan we die verdelen over de pizza. Nou, dan kunnen we zo gaan bouwen. Kom maar door met die bodem. We gaan hem voor de helft afmaken. Dus we zorgen ervoor, de saus die gaat erop. En dan gaan we hem eerst 5 tot 6, 7 minuutjes op 230 graden afbakken. En daarna gaat hij terug naar 180 graden. En dan gaat hij mooi garen. Kijk, kom op, smeren! Kijk dan, lekker dit, jongen. Kijk zo. Kijk wat dichtbij. Ja, kijk maar uit. Ik heb daar een boze vriend achter me aan. Mag ik Amsterdam niet meer in. De mozzarella, die doe je ook officieel met je handen. En die rookkaas. Oh, zo. Zouden we bijna de ham vergeten. Hoog op smaak. Olijfolie. Niet te zuinig. Niet te zuinig. Nou, kom maar mee. Hop, snel erin. En doei. Dicht. We zijn nu halverwege de pizza. Momentje. Ja. De temperatuur gaat wat lager. Naar 180 graden. Dan gaan we hem afbakken. Oh. Kijk uit hoor, dit is heel heet. Plankie. Plankie chulo. Kijk dan. En jou de eer. Het smelt al meteen erop. Lekkere pecorino. Dit ruikt zo top. Ja, komt ie. ze door elkaar. Oh. Kijkt al, jongens. Echt lekker. Ananas snijden. Eigenlijk een echte pizza waar je volgens mij puntjes, hè? Ja, lekker flink knallers. Juist. Kijk, zo lekker. Prosciutto. Ik snap echt niet dat mensen dit niet lekker vinden. Ik snap het echt niet. Oh. Olijfolie? Ja. Pizza Hawaii Deluxe. Oh nee, zo. Ik heb hier zin in. Oh, het ruikt zo lekker. Kijk nou, ik heb er wat bij. Niet, cocktails. Jawel. Lukt dat? Ja. Zeg wanneer, Jet? Eerst even, gaan we proosten en een slokje? Oh, wacht. Proost. Yes. Op de Pizza Hawaii. We hebben elkaar aangekeken. Yes, daar gaat het, jongens. Voor eens en voor altijd. Zo lekker. Zo hoor het. Zo bedenk moet als je... Moet even de kenner, ook een andere kenner. Kom maar even. Ja. Dames en heren, Jopatti Nasserani. Yeah! Nou jongens, sorry Nederland, maar ik moet me toch helaas aansluiten bij het ananaskoppel. Dit wordt een feestje. Hi. Jongens, dit ziet er echt fantastisch uit. Petje af. Nog even proeven, nog even proeven. Oh yes. Als je het recept wil nalezen en deze pizza thuis wil maken, wat moet je dan doen, Perry? 24kitchen.nl, daar staat stap voor stap, want kijk, dit is natuurlijk niet zo'n diepvriesknaller. Dit is gewoon een vers gemaakte pizza. Alles zit erop, rookkaas, pecorino, dus die zouten van die ham. Het enige kleine beetje zoet wat je hebt, is een klein beetje ananas. Het is echt super lekker. Iedereen team ananas. Ik ga vote ananas. # team ananas. Yes. Hier, neem nog een slokje. Wij gaan op vakantie. Aloha. Dat is welkom. Later. Hoi.